zijn in Antwerpen, bij de Berendrechtsluis. We zijn vanochtend uit Terneuzen vertrokken, via de Westerschelde. Daar is een ander filmpje over. We gaan nu hier schutten. Antwerpen is het tegenwoordig een groot probleem. De Rooiersluis doet het niet. Dus we moeten via de zeesluizen. We gaan vandaag ook met 3 zeeschepen schutten. De eerste ligt al in. De slepers zijn al uit. Nu gaat de binnenvaart naar binnen. En dan komen er nog 2 zeeschepen. Dit is het tweede zeeschip, een Stolt tanker. Dan komt er nog een zeeboot en daarna mogen wij naar binnen toe. En achter ons komt ook nog een binnenvaartschip te liggen. Volle bak. Ja. Stolt Creativity, dan is die 28 los. Ik zou wel thuis tot de volgende. 28 is eraf. Ja, bedankt hè. Tot de volgende keer. Goeie wacht. Ook bedankt hè, van die 28. Graag gedaan. Dan moet je wegzitten. En is het altijd de sleepboot die een lijn aanreikt? Ja. Ja, dan is het kwaliteit. Komt meneer, in ons materiaal kom langzaam binnen hè. Zoals ik zeg, bedankt en goed thuis. Ja, oké. Hauk, ook bedankt. Tot de volgende keer. Goeie wacht. Abo, u steekt over. Begrepen. Die afvarende aan de A3S die is doorgaand. We hebben 3 marifoons aanstaan. Eentje natuurlijk met het marifoonkanaal van de sluis. Eentje met het marifoonkanaal van de verkeerspost voor het schipverkeer. En we hebben nog een derde aangezet waarop we het verkeer tussen de zeeschepen en de slepers kunnen horen. Ook dat kan soms interessante informatie zijn. Targo 1, Zandvliet, goedemiddag. Targo 1, Lucius van de Galgenschoor en ik kom naar het Turkse Hof. Begrepen, er is daar momenteel geen afvaart. Ik ga het in ieder geval proberen. Ja, we hebben aan het telefoon gehad. We hebben nu altijd plaats, geen probleem. Succes nog. Corrida Fida, van Piet. Goedemiddag. Berendrechtsluis, Vera. Berendrechtsluis, van de Helmbotter, die is er al knissen. Begrepen, zeg, kwart over 5. Wordt knissen richting Boudewijn. Ontvangen. Delta voor Galgenschoor, dat is begrepen, geen kruisingvaart. Het rode riepje de Dornburg. Longford, Zandvliet. Achter die Delta uit de... Zorg ervoor. En op Schaarhoude Doel. Richting Schaarhoude Doel, begrepen. Ja, de Contargo 1 die is losgekomen bij wachtstijger Galgenschoor en die kwam richting Deurgang Dok. Dat is Kees. Ja, dat is even wat. Geen probleem. Delta ook weer gekregen? Ja, dat kwart over 5 dat ga ik niet halen. Zet dat voor op van 7 uur zijn we naar binnen. Ja, klopt. Die is intussen bij het haventje van Doeling. Dat was Louis. De Zuidwal, de 998B5. In Europa terug. Kodiak voor de Helpotter mag naar 1,5. Anderhalf. Ja, ik verplaats u naar 19,15. Naar deze Elp Water zijn wij aan de beurt. Dus we gaan heel langzaamaan een beetje achter liggen. Oké, tot straks. Het gaat toch allemaal langer duren, maar dan liggen we in ieder geval klaar. En die sleper daar voor onze kop. Die denkt dat hij wel weg wil, dus die gaan we ook even ruimte geven.
centrale Zandvliet, Hertepeller. Hertepeller, Zandvliet, goedemiddag. Goedemiddag, met twee bakjes in de lengte in de opvaart, mijn ene kant Noordzee-terminal. En dan steken we over richting Zandvliet-sluis. Hertepeller, richting Zandvliet, begrepen. Peter Koeken, kom daar voorheen. Help water, de Kodiak is los, tot de volgende maal en bedenkt. Daar zijn we bezig. Kodiak van de Help Water, bedenkt en tot de volgende. Ja, meneer Zandvliet. Jawel, tot de volgende maal en u ook bedenkt. Ik heb een hele dag voor Monika luistert. Ja, komt u er maar tussen. Ja, wij komen er dank u wel. Maar de variatie is doorgaan naar boven, daarachter zit er nog een jachtje. De Gunda, bijrenrecht. Maar een beetje gang ertussen, want die Elpwatter heeft zijn schroef er nog op staan. Die Elpwatter die draait nog met zijn schroef, maar dat is waarschijnlijk nodig. De loods heeft dat met opzet gedaan. En ik moet zeggen, als we kunnen kiezen tussen een zeeschip wat langzamerhand onze kant op drijft of een die zijn schroef erop heeft staan, dan heb ik toch liever de schroef erop. Dus we prutsen hem er wat tussendoor. Dat is niet zo ingewikkeld en dat schroefwater is constant, dus daar kunnen we rekening mee houden. We gaan bij deze gele jongen langs zij. Bedankt. Er staan al matrozen te wachten om een touwtje aan te pakken. Want op zo'n zeeschip kan je niet even een touwtje om een polder gooien. Af het algemeen. Er staan voorop twee kerels. Ja. Maar die matrozen zijn altijd over het algemeen heel erg behulpzaam, heel aardig. Alleen zijn ze niet gewend om zelf beslissingen te nemen, dus je moet wel een beetje met ze meedenken. Hij kan ook iets verder hoor. Vrouw, jij moet dat even begeleiden. Ja? Dat ben ik morgen, ja. Ja, maar doe maar eentje voor zie ik daar. Eentje voor, eentje verder naar voren. Er moeten nog twee erachter.
kun je niet aan de jongens overlaten. Dus. Ja, ik ga maar naar voren. Centraal Zandvliet, Pieter Koek. Pieter Koek uit Zandvliet. Goedenavond mevrouw, toestelling van oversteek van Beurangklok naar Lillo. Ja. Ja, kan daar vastmaken, dat is uitstekend. Hé, goedenavond, u wacht. Yes. Ja. En dan nog een tweede taal? Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Oké. Kijken waar hij uitkomt. Ja, dat kan net. Nee, dat haalt hij niet. Nee, dat haalt hij niet. We laten het hierbij. Nee, waarom hier wel op zijn plek? Dat gaat wel lukken. Maar ik heb gewoon wat vast. Pas op de deur over terminal voor de Zandvliet. Voor de Zandvliet. Zandvliet Vluis, WMC'er. Geen uitvaart. Dank je wel. Is je eigen geroepen? Zandvliet Vluis, WMC'er. Zeeboten gelegen. Ik geef maar gas hoor, dat gaat makkelijk. Je achter nog een lijntje? Nee, dat gaat niet passen denk ik. Ik zou niet weten waar. Het staat wel klaar. Oké, okay, kijk dan maar. Maar het Scharrelde Doel komt dadelijk dat de field. En die ging oversteken naar de Noordzee. We laten de mast even zakken. We moeten zo onder de Lillobrug door. Daarna kan hij weer overeind. Misschien dat we de Lillobrug ook zo onderdoor kunnen, maar ik wil het even zeker weten. Ik bel hem nog, tot later. Yo, ja, ik kan het verkiezen. Long voor het noorden diep. Gaan we de huil op, hè? Ik zie niet de vervaring op de gulden. Noorden diep van Zandvliet. We zijn op onze bestemming aangekomen, Boermalt, in het zesde havendok. We zijn als nummer 3 hier aangekomen, zo te zien. Gaan we eerst even vastmaken en dan gaan we ons even melden. Zullen we eens kijken wanneer ze ons gaan lossen. Kopare is straks uit een BN richting Den Hansa. Water container voort. 150 meter net in dat dok gekomen. Dat is een later bestemd voor het Leopolddok. Voor de binnenvaarthoogte van de vierde. Goedenavond. Binnenvaart in dat dok, ter hoogte van het vierde avonddok. Goedenavond. Dat is gewoon meneer. Steurboord, steurboord. We draaien eerst beet de bakboord af zijn de Leopold. Ja hoor. Van een enorme, ja die banden zijn goed hoor. Ja. Orde is hier geroepen. Ja, zeker. Ja, ik denk dat het goed genoeg uit gaat komen. Zodra een heel kort, echt op de voorste van de grote boulders een steek in het kort. Ja.
Sam. Calling for Sam. First time, Bill, man, here, coming in. Starboard or front side? Starboard side.